Maar hoe zien de dagen bij jou eruit dan? Eerste kerstdag? De eerste kerstdag mijn familie en tweede kerstdag was eerst nog onduidelijk. Maar dan gaan we toch naar de vader van mijn vriendin. Okay. Maar geen verplichting hoor. Wat kijk je ongelukkig als je dit te vertellen, jongen. Ja. Tranen springen ja, nee, ja, liefst zou ik gewoon in het buitenland zitten inderdaad. Ja, dat bedoel ik. Hang die bal in de boom, want we zijn natuurlijk lang niet de enige met een kerstsingel. Lange Frans, goedemorgen. Ja, ik heb hem net gehoord. Het is wel het is een topplaats, jongens. Zeg nou maar eerlijk, het is gewoon een ramp natuurlijk. Nee, ik zie dat er een hoop tijd, energie en liefde in zit. Ja. Ja, we hebben je ook een beetje... Dat ook, ja. Het is 3:30. Dit is Q-Music met verkeersinformatie. Hoop, ben je laat. Ja, daar kan ik niks aan doen. Geeft de drie Jezus even de schuld hier. Ik doe hier helemaal niks verkeerd, hoor. Inmiddels 9:04. Pieter de Jager wil een tijdmelding. Hij heeft niet eens een horloge. Daar gaat dit nou weer over, joh. Ja, het is altijd wel 9:01. Nee, ik kijk hier gewoon op mijn computerscherm. Er staat gewoon 9:04. Ga je gang, jongen. Ik moet het samen met een tussengerecht maken voor tweede kerstdag. Maar dat is zo'n lastig ding, is dat een tussengerecht. Ga je naar je schoonouders? Ja, tweede kerstdag. Maar dat zou een soepie kunnen zijn, bijvoorbeeld. Ja, zat ik ook over na te denken. Gewoon een bouillonnetje hier mee te nemen uit de kantine. Ja, warm of water een toosje. Erbij. Ja, een toosje. Toch? Ja, misschien zo'n delicatessen-toosje met zo'n hoopje vlees erop. Ja, of een eiersalade. Gewoon lekker eiersalade erop. Ja. Als je stel je voor dat zij allemaal lekkere vis daarvoor gemaakt hebben, daarna krijg je allemaal vlees. En dan kom je met een toosje met eiersalade. We vielen op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer. Ja, het helpt allemaal niet. Ik heb de hik, maar jij hebt een trucje bedacht. Dat helpt niet over je witte paard. Net kreeg ik er een binnen van Werner 7 kleine slokjes waterwiet en niet tussendoor ademen. Heb ik ook gedaan, maar het werkt echt niet. Sorry. Ik heb dit echt nog nooit gehad, bedacht ik me laatst. Op de radio de hik. Op de radio, ik heb nog nooit hik gehad. Het kwam ook net in één keer opzetten. Dus niet dat ik iets geks deed of zo. 72,2% van de Nederlandse mannen die huishoudelijke klusjes doet, die heeft elke dag seks. En dat staat een beetje in tegenstelling tot de mannen die niets doen, van wie slechts 10,1% elke dag tussen de lakens duikt. Maar dat ben jij dan toch? Of niet? Want jij doet helemaal geen reet in het huis. Ik doe helemaal niks, nee. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat sinds dat wij dit ochtendritme hebben, ja, krijg je toch redelijk vaak... Heb je niet meer gedaan? Sorry. Krijg ik toch redelijk vaak klachten thuis. Ik heb de ultieme cliffhanger, denk ik. Wij gaan 2 weken op vakantie. Ja. En ik denk dat jij de komende 2 weken echt uitkijkt naar het moment dat je weer mag werken. Omdat dan uiteindelijk duidelijk wordt wat er allemaal aan de hand is. Let goed op, luister goed naar dit fragment, want dit is je cliffhanger. Hey Mattie, hier je vriend te blijken. Ik kan jij niet vertellen, ik heb het ook gekregen. Ja. Hallo, Thomas Akda hier. Ja, Mattie, ik heb het ook gekregen. Hey. Arjan Vallekeer, je grote broer. Ik heb het ook gekregen. Hey Matty, hier lievelingscollega Wietse. Ik heb het ook gekregen. En jij niet. Nou ja, wat was dit nou, gast?